De Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO, bevindt zich momenteel in de startblokken van accreditatie. Dit vertelde Wendy Cecilsen, de vertegenwoordiger van de directeur van het instituut, gisteren tijdens een workshop met als onderwerp toetsen op hbo-onderwijs. Cecilsen merkt op dat er een examencommissie bij het AHKCO in het leven is geroepen ter waarborging van de kwaliteit van het onderwijs. Heeft de examencommissie ook de belangrijke taak om beslissingen te nemen aangaande eventuele klachten of verzoeken van studenten? Natuurlijk dit alles in samenspraak met de leiding van de diverse studierichtingen die we hebben. Die toetscommissie is in principe verantwoordelijk voor het inhoudelijke van de toetsen. En ik benadruk het inhoudelijke van de toetsen. En is in principe een werkarm, om het maar zo te zeggen, van de examencommissie. Wat willen we bij deze workshop met u samen doen? We willen onder andere gaan brainstormen en werken aan een oplossing voor onder andere de volgende vragen. Voldoen onze examenvormen aan de kwaliteitseisen? Waarop worden studenten beoordeeld? Cecilsen stelt verder dat het enorm belangrijk is om te weten als er gelet wordt op kennis en competenties van studenten of op beide aspecten. Ook is het belangrijk te kijken naar de normering en de samenhang bij de verschillende toetsen die worden samengesteld door de docenten. Hoe zit het met de professionalisering van ons als docenten? Zijn we bij? Volgen we de laatste ontwikkelingen? Is de academie voldoende toegerust of voorbereid op de veranderingen in met name het onderwijsveld? Op welke manier kunnen we invulling geven aan wat we van plan zijn, competentiegericht of gestuurd onderwijs? Vragen om over na te denken. Tot slot, met de organisatie van deze workshop is de eerste stap gezet om te komen tot de voor de academie relevante mogelijkheden voor examinering en een verbeterde toets- en examencultuur. Dit zal uiteindelijk moeten resulteren in betere beslissingen over studenten, betere beslissingen over de inrichting van onze onderwijs- en leerprocessen. Verhoging van het rendement van de opleiding is volgens Cecilsen ook als vooruitzicht gesteld. Ook moeten er gerichtere discussies worden gevoerd over het beroepsveld van journalistiek en communicatie.